Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. Vandaag ga ik het even met jullie hebben over de Call of Duty Black Ops 3 map pack die natuurlijk bijna uitkomt. Want als jullie deze video kijken is het 24 januari natuurlijk 2016. Op 2 februari, als ik het goed zeg, komen de allereerste map packs uit voor Call of Duty Black Ops 3. En dat houdt natuurlijk in dat er 4 nieuwe map packs in zitten. Natuurlijk, het belangrijkste waar het mij om gaat is de remake van de Black Ops 2 map Hijack, namelijk Skyjack komt erin voor. Als je een nieuwe video van Call of Duty hebt gezien, zie je een aantal screenshots eruit komen waar echt duidelijk te zien is dat het gewoon precies dezelfde map wordt. Op de B-vlag 2 huizen waar je tussen kan zitten om gecoverd te zijn om de B-vlag te pakken. Bij de C-vlag heb je weer het zwembad en bij de A-vlag heb je weer de helikopter of het dek waar de helikopter kan landen waar jij in spant. Dus ik hoop wel dat ze hebben gefixt dat je niet zo makkelijk meer kan spantroppen, waardoor je achter die headglitch staat en zo de spanning kan schieten. En aan de ene kant hoop ik dat ook weer wel. Want als ik die spantrap heb, ben ik juist blij dat ik het kan doen. En als ik hem tegen me heb, ben ik daar niet zo blij mee. Maar dan gaan we gewoon zorgen dat ik hem steeds voor me heb, waardoor ik makkelijk nuclears kan halen. Ik heb dit weekend weer nuclear gehaald. Ik ben dit weekend ook level 200 geworden. Dus jullie zien nu even een foto, een beeld verschijnen wat mijn stats op dit moment zijn. En je kan het misschien een beetje aan me horen. Ik ben echt strommelig, stront verkouden. Mijn keel is van een tyfus. Mijn ogen zitten dicht. Dus als ik Call of Duty speel, mijn headset staat fucking hard omdat ik het anders niet hoor. En mijn neus zit gewoon vast. Dus weet je, ik ben gewoon niet helemaal fit. Maar ik wil nog voor jullie deze video maken. Want ik hoop dat jullie klaar zijn natuurlijk voor die map packs. Splash en Skyjack, weet ik wat het wordt. Die andere twee namen weet ik niet echt. Die maps boeien me ook niet echt. Ik wil gewoon Splash en Skyjack ermee spelen. Hopelijk doen ze ook op een gegeven moment Skyjack gewoon bij de normale mappack rotatie. Als je snapt wat ik bedoel. Zoals in plaats Combine alleen maar Skyjack krijgen. Dat lijkt me echt super fijn. Omdat Hijack gewoon een van mijn favoriete maps is. Ik hoop ook dat ze ook nog raid terugmaken naar een hoe zeg je dat? Naar een remake van raid in Black Ops 3. Misschien dat het in de tweede mappacks komt ofzo. I don't know. Maar laat even in de comments weten of jullie hem halen natuurlijk. Hij komt jammer genoeg niet op de Xbox 360 en op de PlayStation 3 uit. Alleen zullen jullie weten dus op next gen consoles. Zoals de Xbox One, PlayStation 4 en PC als ik het goed heb. Dat is dus natuurlijk gewoon mooi. Alleen jammer dat hij dan niet op de PS4 uitkomt. Maar ja, dat heb je nou eenmaal. Want ik denk dat überhaupt volgend jaar de Call of Duty überhaupt niet eens meer op de PlayStation 3 uitkomt. Denk ik. Dus we willen eigenlijk gewoon dat iedereen weggaat van de PlayStation 3 en de PlayStation 4 koopt. Wat natuurlijk logisch is. Want het kost natuurlijk al die mensen die games maken alleen maar geld om het ook nog eens voor de PlayStation 3 te laten maken. Als we het helemaal focussen op PlayStation 4. Want zoals jullie weten, Black Ops 3 is gefocust alleen voor PlayStation 4. En niet voor de Xbox One of Xbox in het algemeen. Want zoals jullie weten natuurlijk bij Black Ops 1 alles komt alles eerst uit op de Xbox. En nu komt alles eerst een maand uit op de PlayStation. Dus hey, super gedaan Treyarch. Super gedaan Sony dat jullie nu op de PlayStation uit laten komen. Waardoor wij als PlayStation gamers als eerste voor jullie dus die content kunnen leveren. En als mensen hier zijn met een Xbox One. Op mijn kanaal zie je op de dag van release natuurlijk video's online komen met die map packs. Er komen 4 video's online die dag. Beloof ik jullie nu al. Voor de rest wil ik jullie even heel erg bedanken. We hebben bijna de 2500 abonnees. Misschien dat we het al hebben gehaald als we deze video online komt. Als we het hebben gehaald, super bedankt. Jullie support is echt niet normaal fucking chill. Dus geef jezelf even een schouderklopje als we het nog niet hebben gehaald. Gaan we het deze week sowieso halen, want ik weet hoe het gaat met jullie. Echt, elke abonnee die er nu bij komt, welkom jongen. Welkom bij het Omg Army. En elke abonnee die we al weet ik het hoe lang steunt. Al steun je me 1 dag, 2 maanden, 2 fucking jaar. Wat nog niet eens kan, want ik doe nog geen 2 jaar YouTube. Maar allemaal bedankt. Super bedankt gewoon voor jullie support. Op dit moment op mijn video's. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie te zien bij mijn video's. En natuurlijk de livestream. Want ik ben bijna elke dag live. Behalve op woensdag. Of op donderdag, sorry. Woensdag stream natuurlijk ook. Want op woensdag ben ik ziek vroeg vrij. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Laat je blauw duimpje omhoog achter. Laat even weten of jij de DLC's gaat kopen. En hoop jullie te zien bij de video van morgen jongens. Doei!